zijn weer getipt dat er vuurwerk zou liggen bij de Jumbo. Dus we gaan zo meteen even naar de Jumbo om te kijken wat ze er precies hebben liggen. Nou weet ik dat er veel winkels zijn waar tegenwoordig het kat 1 helemaal shit is. Dus ik ben nog maar benieuwd of het de moeite waard is. Dit is de Silver Quattro Torch van Your Pyro. Ik laat nu in beeld zien dat als jullie de kortingscode PYROTEAM Delft gebruiken, dat jullie korting krijgen op deze aansteker. Het mooie van deze is dat hij dus een 4-pitter is. Zoals je kan zien, als je hem dan aandoet, heeft hij 4 pits. En dat houdt dus in dat bij wind en zo, dat de kans klein is dat er iets mee gebeurt die uitgaat. Ja jongens, hier hebben ze dus al vuurwerk. Zoals je kan zien, best wel duur. Dit pakket bijvoorbeeld, de Emperador box. Ik weet niet wat er precies in zit, maar ik vind het best wel duur. Hier heb je een pakje knettenlinten. Daar zie ik eigenlijk geen prijs bij staan. Maar zullen we ze wel gewoon even testen? Heb je deze Thunder Duo. Dat zijn 8 knettenlinten en 8 knettenballen. Daar halen we ook even een pakje van. Die Bengals kost 9 euro, jongens. Bizar, moet je kijken. Dit zijn 4 happiness fonteinen. Kijk, die prijs valt dan wel weer mee. Dus die halen we wel. Ben ik benieuwd wat hierin zit. Maar moet je kijken wat voor prijs erbij staat, jongens. 35 euro. Wat een prijs tegenwoordig voor kat 1. Even kijken wat je nog meer hebt. Want deze Whistle Crackers hebben we eerder gehad. Die zijn wel goed. Dus daar haal ik ook even een pakje van om het te testen. En dan heb je deze nog, waarvan ik een paar jaar geleden zei dat ze op nitraten leken, volgens mij. Allereerst hebben we hier de bon, dus we kunnen precies laten zien wat het allemaal kost. Pak je knettenlinten, 5,99 euro. Of het de moeite waard is, gaan we zien. Uiteindelijk was het fonteinenpakket 6,49 euro voor 6 stuks. Best wel aan de dure kant, maar misschien is het de moeite waard. Thunder Duo was 4,99 euro. Er zitten dus 8 knettenballen in. En 10 knettenlinten. En de Whistling Crackers, die waren 6,99 euro. En dan hebben we nog de Small 4, die was 3,99 euro. Dit was trouwens de vestiging in Gouda. Dus ik ben benieuwd of jullie bij de jullie Jumbo's dit ook allemaal op voorraad hebben. Laat allemaal even in de reacties achter, jongens, of jullie dit bij de Jumbo ook al hebben liggen. Begin even met de knettenlinten, jongens. Dat is deze, de Bulk Pack. Zoals ik net ook al zei aan het begin van de video, dus met de Quattro Torch van Your Pyro. Gebruik dus allemaal de kortingscode PYROTEAM Delft. En dan krijg je dus korting trouwens op het hele assortiment. Hè? Kijk hoe deze klinkt. Nou, dit is dus niet veel. Helaas. Dit is echt heel veilig vuurwerk, zoals je kan zien. Maar even een paar tegelijk doen. Ik vind het echt niet de moeite waard voor die prijs. Het gaat ook heel langzaam. Gaan we even naar deze. De Whistle Cracker. Is die dan wel de moeite waard? Die is op zich wel lachen, alleen ik weet wel dat die van de Lidl veel beter zijn, of waren. Dus mijn voorkeur gaat dan echt uit naar die van de Lidl. Kijk, die was wel weer hard. Als je het mij vraagt, waren die wel weer hard. Die was wel gek hoor. Hier hebben we ook nog de Pyro Plastic. Dat zijn die fonteinen.
ik kreeg niet van af. Dit is alleen effect volgens mij, man. Ik mis hier echt cracklin bij. In het donker is het mooier hoor, maar ik zeg je heel eerlijk dat ik hier echt de cracklin mis. Dit is het echt niet waard. Dus de Jumbo, als jullie dit zien, deze video, haal deze alsjeblieft uit de schappen. Misschien zitten er toch nog een paar bij waar cracklin bij zit. Oh. Alleen dat effect. Alle drie jongens. Het enige wat er vanaf komt, wat heftig is, is de rook. Verder, als je het mij vraagt, moet je kijken, er komt alleen een vlammetje uit. Bizar. We hebben vorig jaar wel eens gezien, jongens, dat bij andere supermarkten dat er ineens een pakketje was wat wel goed was. Laten we deze dan ook maar even checken. Er zitten namelijk nog van die knetterballen in die zakjes. Nou, waarschijnlijk is dat gewoon een pillycracker. Gaan we zo even checken. Kijk, die is op zich wel lachen voor kat 1. Wij zijn natuurlijk hele andere dingen gewend van de afgelopen jaren. Maar dit is gewoon helaas het kat 1 wat alleen mag. Even stooksessie, jongens. Hebben we hier ook nog een pakje knetterlinten wat daar dus in zitten. Nou weet ik eigenlijk bijna zeker dat het dezelfde knetterlinten is als in het andere pak. Maar je weet het niet. Nou, die is wel wat harder. Zie je? Ik zei het toch? Die is wel echt raar. Maar dit is van categorie 1. Oftewel Weco. Ik moet je zeggen dat alles van Weco is natuurlijk ook bij de Lidl straks. Ik denk over 2 weken ongeveer. Dus de kans is groot dat dit ook de knetterlinten worden van de Lidl. Maar dan in het pakje van het design van de Lidl. Heel anders dan de afgelopen jaren, maar kijk, dit is best wel te doen. Het is zo veilig vuurwerk, je kan er bijna de camera ophouden gewoon. Sommige pakjes zijn ineens wel goed. Dan hebben we nog de Small 4. Dat zijn dus 4 happiness fonteinen. En ik heb het al vaker gezegd, maar soms heb je bij de Albert Heijn ineens een product wat ineens goed is. En het zijn vaak die kleine dingetjes. Dus ik ben benieuwd naar deze. Want het kan zomaar zijn dat deze dus veel beter zijn dan die grote fonteinen waar we 7 euro voor betaald hebben. Kijk, ze zijn wel krachtiger dan die grote dingen, weet je. Zo, toch. Soms schiet ik ineens een stukje weg, joh. Kijk, deze zijn wel lachen om erbij te hebben, hoor, voor 4 euro. Al met al, jongens, als je het mij vraagt, voor 28 euro is dit niet de moeite waard. Maar dat komt misschien ook omdat wij bevooroordeeld zijn door de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel leuk vuurwerk gehad. Heel leuk kat 1 vuurwerk. En dit is eigenlijk het enige kat 1 wat toegestaan is. Het moet binnen die 1 meter zijn. En dan is het toegestaan. En al het vuurwerk wat je ziet wat heftiger is dan dat wat kat 1 is, dat mag eigenlijk niet. En dat zal dus niet meer door de keuring heen komen. Dus de komende jaren ga je alleen maar deze dingen zien. 28 euro. Ik vind het zeer hoge prijzen, jongens, als je het ziet. Dit was dus bij de Jumbo. Laat even weten of jullie dit ook bij de Jumbo hebben liggen. Als jullie nog tips hebben bij welke winkels wel nog vuurwerk is, wat eigenlijk veel zwaarder is dan dit, qua kat 1,
Laat het even weten in de reacties. Binnenkort jongens, december, elke dag video's. En we hebben weer een nieuwe trip gemaakt naar Tsjechië. Dus dat gaan jullie binnenkort allemaal zien. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie binnenkort weer bij een nieuwe video. Later.